heeft laten zien. Luister, al die corona shit is fake en zo. What the fuck? Nee. Luister, jullie denken allemaal, jullie hebben het nu over hey, allemaal. Huh? Je pakt gewoon zomaar. Ik ja, gewoon fuck even dat. Met de interviewer. Luister. We zijn bij het Pierson College in Den Bosch. Een docente van deze school zit thuis omdat ze zich niet veilig voelt. Ze heeft in haar les een spotprint getoond en sindsdien wordt ze bedreigd. Hallo, hallo. Even een vraagje. Hallo. Er schijnt hier een docenten bedreigd te zijn. Ja, wie? Wat vind je ervan? Hé, welke is ook weer? Wat vinden jullie er nou eigenlijk van? Ja, ik vind het wel onzin. Ja, onzin, man. Ja? Beetje onzin. Ja, onzin. Heel erg onzin. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel een beetje grappig. Je vindt het wel grappig dat die docenten bedreigd wordt? Nee. Oh. Ik vind het grappig goed hoe het nu allemaal viraal gaat en zo. Ik sloot hier. 9-8, ja? Snapchat. Ik probeer hier een verhaal te maken, 9-8. Maar het heeft helemaal geen zin hier. Hé, hey, mensen. Jongens, veel plezier in de gevangenis. Ja, wat vinden we er allemaal van? Oh, dit werkt toch helemaal niet, jongens. Oh, iedereen wordt naar binnen gestuurd. Als jullie direct zitten in de voorkant. Voorkant? Daar zitten jullie te wachten. Oh, daar kunnen we praten. Oké, met de directie? Ja. Oké, top. De directie staat aan de voorkant, kunnen we mee praten. Gaan we zo even naartoe. Oh, het hek gaat dicht, jongens. Nou, niemand er meer in en uit. Oké, maar als ik dan te laat kom? Ik kom niet te laat. Oké. Waarom wordt het hek nu dicht gedaan? Dat weet ik niet. Nu kunnen jullie er niet meer in. Nee. Heb je zo nog les? Ja. En u? Ja, balen. Hallo. Hallo. U bent van de directie? Ja, ik ben rector-bestuurder van deze school. Oh, super dat u ons even te woord kunt staan. Ja, u kunt even in mijn kamer komen als u dat prettig vindt, kan ook hier. Oké, het volgende. Er is dus een docent bedreigd op deze school. Naar aanleiding van een, cartoon. Er zijn heel veel reacties gekomen die vervelend en bedreigend waren. Dat is iets anders dan bedreigd worden. Maar er gaat een bepaalde dreiging vanuit het geven onveiligheid. Ja, dat is aan de hand. Ja, want de docent voelt zich bedreigd. Die voelt zich onveilig. Ja, en die staat nu niet voor de klas. Dat klopt. Ja, maar dat is ook om twee redenen. Dat enerzijds vanuit veiligheids... principes dat geadviseerd is. Hè? Er is een groep om ons heen die daar een rol in heeft. Politie, gemeente, OM. Dus die hebben ook geadviseerd dat zij even niet op school is. Maar ik denk dat als dit gebeurt je ook even tijd nodig hebt om de balans daarin te vinden. Hoe ga je dit nu voorkomen in de toekomst? Worden er nu geen dat soort cartoons meer vertoond? Of? Ik weet niet of je dit soort dingen die maatschappelijk breed gebeuren, of je die kan voorkomen. Kijk, we hebben natuurlijk een opdracht als school om ook burgerschapsvorming te doen. En ook te praten over hoe dingen werken in Nederland en hoe je omgaat met vrijheden. Dus er zullen altijd gesprekken zijn die vanuit verschillende perspectieven niet altijd gewaardeerd worden. En toch plaatsvinden, omdat dat nu eenmaal is wat bij onderwijs hoort. En hoe leggen jullie het nu uit aan de leerlingen dan? Want er wordt dus gepraat over vrijheid van meningsuiting. En vervolgens zien ze dus dat er een docent niet meer komt, naar school komt vanwege bedreigingen. Ja, wat moeten de leerlingen nu al niet denken? Dat dat niet meer kan tegenwoordig. Ik denk dat wij heel goed met de leerlingen daarover in gesprek gaan zodra de rust is weergekeerd. En dan denk ik dat we ook in staat zullen zijn om leerlingen vanuit die verschillende perspectieven te laten kijken naar wat er gebeurt. Maar ook de grondrechten die we in Nederland hebben overeind te houden en te respecteren. Die zijn belangrijk voor ieder mens. Ja. Of je nu jong bent of oud, of je nu op school zit of werkt, die grondrechten... Dat is eigenlijk hoe wij als Nederland met elkaar werken. Ik denk dat de school de keuze heeft gemaakt om de thuis te laten voor de zekerheid, voor bescherming. En nu krijgen ze nog steeds, omdat ze natuurlijk het adres kunnen zien, krijgen ze nog steeds gewoon brieven thuisgestuurd van dreigementen. Dit is nog nooit gebeurd. Het gebeurt één keer in Frankrijk en gelijk is het nu al 3 keer in Nederland. Ja, ja, waar gaat het over? Hallo. Nou, met mevrouw Van Bommel was volgens mij afgesproken om de druk niet bij de kinderen te leggen. En nee. Dus volgens mij heeft mevrouw Van Bommel nu net te woord gestaan. En weet je, als dingen klein zijn, is het moeilijk om ze klein te houden. Ja. Ze zijn namelijk niet zo groot en we houden ze graag klein. Dus... Ja, maar we hebben nog niet genoeg om het item rond te krijgen. Oké, nou en onze vraag is, zou u dat dan weer terug naar de voorrang, dan komt mevrouw Van Bommel nog een keer naar buiten. Ja, alleen we moeten even ook nog wat leerlingen spreken eigenlijk. Nee, dat moet helemaal niet, want dat is nou juist onze vraag. Onze vraag is, wilt u de leerlingen met rust laten? Oh, daar is de directrice weer. Mevrouw.
Heren, ik heb jullie net iets gevraagd. Ja, mij iets toegezegd. En toen heb ik nog eventjes met de redactie gebeld. En we moeten toch nog eventjes een paar leerlingen spreken. Nee. Want anders hebben we geen item. De leerlingen zijn er niet voor jullie materiaal. Het gaat ook een beetje om de leerlingen, want die zitten hier op school. Ik ga het niet nog een keer vragen. Oké. Okay. Nou ja, dan... we moeten toch nog een paar leerlingen interviewen. Ik kan er niks aan doen. Ja, dat kwam omdat ze had toch een print laten zien van Mohammed in de les. Ja. Niemand had daar een foto van gemaakt. Ja, gewoon buiten context op internet gezet. En zijn het leerlingen die haar hebben bedreigd, denk je? Of is het van buitenaf gekomen? Buitenaf. Ja? Ja. Dus je hebt niet het idee dat het een leerling is? Nee, dat niet. Zover ik weet zitten er niet echt heel erg geradicaliseerde mensen hier op school. Nee. Vooral omdat het nou heel gevoelig lag met dat in Frankrijk van Petly. Dat is ook wel de reden dat het is gedaan, dat ze het heeft laten zien. Luister, al die corona shit is fake en zo. What the fuck? Nee. Luister, jullie denken allemaal, jullie hebben het nu over allemaal... Huh? Je pakt gewoon zomaar, gewoon even met de interviewer. Luister, jullie hebben het allemaal over corona en zo, maar het is allemaal een hoax, man. Hey, maar dat is niet waar het onderwerp over gaat. Ja, dat hoeft niet over te gaan. Ja, daarom. Ik was even die jongen aan het interviewen. Er is een pedo allemaal... Je breekt zomaar in. Ja, daarom, maar het moet even onderbroken worden. Nee, maar mag ik even het interview afmaken? Nee. Luister, de pedopartijen en zo, die gaat ook allemaal mag stijgen. Ik even... Die shit moet onderbroken worden, snap je? Op Telegram en zo zijn er allemaal groepen van pedo-demolition. Volg die. Ja, hier, neem maar. Meneer, mag ik nu? Meneer, kijk, als je sowieso een plaatje laat zien. Kijk, het is een multiculturele school. Iedereen in bijna heel Den Bosch zit op deze school. Ja. En dan maakt zij een plaatje in een klas waar veel buitenlanders zijn en gewoon Nederlanders. Dus ik vind het eigenlijk onzin wat ze zeggen. De situatie wordt hier steeds grimmiger. De school loopt weer leeg. En ik probeer dus mensen te interviewen, maar niemand heeft eigenlijk echt een goed antwoord op mijn vraag. 073. Ik ben zelf moslim al mijn hele leven lang. Ja, dus ik kan me wel voorstellen dat er zulke dingen wel gebeuren. Ja. Ja. Want als iemand over Jezus of zoiets uitschat, dan snap ik wel dat christelijken dat ook weer gaan doen, snap je? Ja. En dat wil ik eigenlijk zeggen. Dus eigenlijk zouden zulke afbeeldingen niet meer vertoond moeten worden, vind jij? Ja, eigenlijk helemaal gewoon niet. Gewoon, je moet elkaar gewoon respecteren op elkaar. 073 is de beste. Wat is 073 dan? Ik vind sowieso dat het respect naar de docent sowieso verlaagd wordt op deze school. Dus ik vind sowieso dat er niet genoeg respect naar docenten wordt getoond. En daar ben ik het absoluut niet mee eens, want mensen doen ook gewoon hun werk. En ik weet verder niet wat er allemaal gebeurd is met die spotprint. Maar dus daar kan ik ook zeg maar geen mening over geven. Maar ik weet wel dat ik gewoon belachelijk vind dat de docent nu thuis zit omdat ze niet naar school durft te komen, maar dat ze bedreigd wordt. En ze geeft ook gewoon maar les, snap je? Ze doet ook gewoon wat ze moet doen. Dus ik vind dat gewoon... Ja, respectloos vanaf mijn kant. Ja, nou, duidelijk. Ja. Dus jij vindt eigenlijk dat dit wel een beetje de grens overschrijdt, zeg maar? Nou ja, als ik precies zou weten wat er gebeurd zou zijn, dan zou ik mijn mening kunnen geven. Maar omdat ik niet weet wat er afgebeeld is en wie foto's heeft gestuurd en wat er verder gebeurd is, kan ik mijn mening niet helemaal geven. Maar ik vind gewoon dat het naar de docent toe belachelijk is. Ja, ja.